vandaag van harte welkom bij de officiële aftrap voor de bouw van Vitesse's nieuwe trainingsaccommodatie hier te Papendal. Een speciaal woord van welkom voor de wethouders Margreet van Gastel en Gerry Elfrink, zonder wiens inspanningen wij hier vandaag zeer waarschijnlijk niet hadden gestaan. Meneer Van de Kraan, een grote wens is in vervulling. Ik denk dat er een droom vandaag uitgekomen is. Ja, dit is echt een hele belangrijke dag voor Vitesse, voor de toekomst van Vitesse. Want de officiële handeling die geleid heeft tot het starten van de bouw. Op de achtergrond zie je de vrachtwagens rijden, de shovels en de bouw is nu begonnen. De bouw die moet leiden tot een ultramodern trainingscomplex met daarbij een gebouw van zo'n 4800 vierkante meter, verdeeld in vier lagen. Met alle faciliteiten die we nodig hebben. Wat is de rol van de gemeente geweest? Ja, de gemeente heeft heel positief meegewerkt aan de realisatie. Met name het geven van toestemming van de vergunningen. Wat zijn de kosten van deze accommodatie? De kosten van het gebouw bedragen zo'n 7 miljoen. En dan hebben we nog natuurlijk de kosten van de aanleg van de velden, de veldverwarming, de tribune. Een zeer aanzienlijk bedrag. Wie worden er allemaal in de nieuwe accommodatie gevestigd? In de accommodatie gaan alle jeugdspelers trainen. Ze kunnen zich omkleden daar, gebruik maken. De hele jeugdacademie, eerste elftal, tweede elftal. En dan iedereen die daarbij betrokken is. Technische staf, maar de facilitaire dienst. Er komt een keuken in. Iedereen die daarbij hoort te zijn, die zit in dat gebouw. Hoe is de samenwerking met het Nationaal Sportcentrum Papendal? Ja, het Nationaal Sportcentrum Papendal die heeft ons toestemming gegeven om hier te huisvesten. Dat is een belangrijke stap geweest. En we hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 25 jaar. Met de optie voor nog eens een keer 25 jaar. Nou, dat doe je alleen als de verstandhouding goed is. Wat betekent voor de supporter hier in Arnhem? Voor de supporter in Arnhem betekent dit dat Vitesse dichterbij komt. We krijgen een vaste locatie waar we spelen, hier te Papendal. Papendal dat tegenwoordig goed bereikbaar is. En de wedstrijden van de A-junioren tot en met de D-junioren en de tweede elftal zullen hier altijd plaatsvinden. Vitesse investeert in spelers, in jeugd, in accommodatie. Wat kunnen we dan op korte termijn van Vitesse sportief verwachten? Ja, die ambities hebben we uitgesproken. Wij willen heel graag op de ranglijst klimmen. We hebben gezegd in een periode van 3 jaar willen we naar de top van de ranglijst. Dat is in het seizoen 2013-2014. En daarna willen we ook Europa in. En we staan te popelen om dat te doen. Alleen de weg daar naartoe is nog wel lang. We zullen eens kijken wat we dit jaar kunnen bereiken. Deze accommodatie wordt het symbool voor het hart van de club. Eindelijk een plek voor iedereen. Welkom in de club.